mensen van Zillion Lucky Games. Vandaag weer een nieuwe video voor op mijn kanaal. Vandaag ben ik weer zonder Zoe. Het is voor dezelfde dag trouwens. We gaan vandaag Smurfs opmaken. En wat heb je daarvoor nodig? Het zijn maar twee dingen. Tref, ik gebruik groene, want het is wel Smurfs. Dat hoort natuurlijk groen te zijn. Maar het kan ook een andere kleur zijn. Maar ik gebruik groen. En een boterhamzakje. Het hoeft niet per se een boterhamzakje, maar gewoon een zakje. Wat moet je als eerste doen? Dan je maakt je zakje even open. Dan pak je de drift. En spuit je het er alleen in. Dat is het makkelijke. Ik gebruik maar nu ook een beetje. Want anders heeft het niet zoveel nut. Kijk, bij mij wordt het heel mooi lichtgroen. En dan ga je alles naar beneden doen. En eerst doe ik alles lucht eruit, want anders is het niet goed. En dan maak je er een knoopje in. En ja, dat doe je gewoon op je eigen manier. Maar ik doe het gewoon zo. Dan maak je een knoopje. Oh, ik kan niet zo goed knopen, dus daarom duurt het een beetje lang. Maar dan gaat de video ook wat langer duren, want het is nu pas op een minuut en nog wat. Zo heb je een knoopje erin gedaan en dan begin je te kneden. Bij mij wordt het echt heel mooi lichtgroen. En dat vind ik ook mooi aan deze drift. Kijk. Ik weet niet precies waar ik hem gekocht heb, maar het is wel een hele mooie kleur. Vind ik dan. Kijk, het lijkt alsof je heel donkergroen wordt, maar kijk dan hoe licht het wordt. Echt super cool. En dit is mijn lieve, lieve, lieve kantje. Jij. En mijn lieve katje. En stel ook vraagjes. Dat vind ik leuk. Oei, hallo. We gaan weer verder. Kijk, het wordt een soort van hele mooie lichtgroen. Je hoort mijn medaille steeds op de tafel zo. Kijk dan. Van hardlopen. Cool. Kijk, je kan ook zo, dit voelt zo lekker. Het is heel makkelijk om te maken. En je hebt alleen maar tref nog en een boterhamzakje. En dan alleen maar kneed en dan is het ook klaar. En dat is best makkelijk. Dus ja, dit is een smurfstot voor die. Voelt echt super lekker. Hij kan knappen. Maar hij voelt in ieder geval lekker en dat gaat natuurlijk goed. Dus ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Doe een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Doei!